Goedemiddag iedereen. Goedemiddag iedereen. Hallo. Fijn jullie er zijn. Ja, dank u. Met het interview. Yes. Hier is Robert. Hallo, ik ben Robert, begeleider op het Kiemenhuis. Daar gaan we wat vragen stellen over Robert. En de vragen, wat doet hij bij de Ecclo? Wat doe jij allemaal bij het Kiemenhuis? Ja, nou ik ben begeleider in het groen, Jonathan. En ik begeleid een groep mensen die ook allemaal graag in het groen willen werken. En nou ja, de werkzaamheden bestaan uit eigenlijk alle dingen die in het groen voorkomen. Van schoffelen tot grasmaaien tot onkruid bieden. Maar ook zagen en snoeien en bomen vellen en bomen opruimen en hout kloven. Ook mensen ophalen, mensen wegbrengen. Maar ook het sociale stukje erbij. Van zit iedereen op zijn goede plekje? Heeft iedereen het wel naar zijn zin? Gaat alles goed? Sommige mensen die help ik een hapje, een stukje verder. Ja. En nou, dat zijn de dingen die ik een beetje doe. Ondertussen zit ik ook nog een beetje op de computer. Allerlei dingen te verantwoorden, zeg maar. Dus het is best wel heel divers. En hartstikke leuk. Ja. Dat valt me heel erg goed. Maar jij doet nog meer dingen behalve toch van de mensen in de groepjes praten. Jij doet ook zelf ook aan het werk. Ik ben zelf ook aan het meehelpen, klopt. Want ik vind altijd van, je kunt wel alleen maar met de handen op de rug gaan vertellen wat andere mensen moeten gaan doen. Maar ik vind als ik zelf meehelp, dan zien andere mensen ook dat ik gewoon lekker aan het werk ben. En van werken komt werken. Ja, klopt. Dus dat motiveert ook weer mensen. Ja. Dus ik ben zelf ook een meewerkende begeleider. Ja, okay. Klopt. Nou, ik vind het super leuk om te leren kennen met hem. Ja, ik vind dat eens gelijk. Ja, ik vind het ook super leuk om met jou te werken. Ja, en om jou te leren kennen. Ja. Ja, want je bent een jongen met heel veel fantasie. En heel veel leuke ideeën. En zoals dit interview is ook weer een hartstikke leuk idee van jou. Ja. Want ik verzin het niet, hè. Dat doe jij. Ja, dat doe ik altijd. Ja, klopt. Ik heb nog een paar vragen. Graag, jongen. Kom maar op. Ik ben wel klaar voor. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Jij doet ook de houtbewerking. Ja. Jij doet ook met Erik. Ja. Die doe je ook altijd. Ja. Ophalen. Ja. Wat doe je allemaal met ophalen en mensen die ver weg zitten? Ja, met mensen die wij ophalen maken wij een afspraak van wat werk jij? Zoals bijvoorbeeld Erik die werkt op maandagmiddag. En dan spreken wij gewoon af van, nou luister eens Erik, ik ben om 1:50 ongeveer ben ik bij jou op de woning. Zorg jij dat jij klaar bent, dan haal ik jou op en dan stap je bij mij in de auto en dan rijden we naar het Kiemenhuis. En dan gaan we op het Kiemenhuis gaan we activiteiten samen doen. En eigenlijk, Erik is een beetje autistisch, dus hij wil graag structuur hebben. En die wil van tevoren weten wat hij toe is. Ja. Dus ja. Die haal ik op, die zet ik aan het werk en die breng ik dan om 3:30 ook weer terug. Ja. En jij helpt Erik ook wel vaak mee ook, hè? Ja. Vind je leuk? Ja, dat is zelf ook heel erg leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Maar ik denk, je hebt ook nog meer leuke dingen, hè? Ja. Genoeg. Nou, ik denk dat ik welke vak ik het liefste doe bij Apple? Het vak wat ik het liefste doe en eigenlijk de activiteit die ik het allerleukste vind, is in het bos, in de Drentse Friese Woud. En daar werkzaamheden uitvoeren voor staatsbosbeheer, dus voor de natuur. En het is beheren van de natuur. Soms is het bomen wegkappen om meer licht te creëren, zodat nieuwe bomen, jonge boompjes weer licht krijgen om verder te groeien. Maar ook bijvoorbeeld bomen die hier vanuit het verleden zijn geplant, maar die er eigenlijk niet thuis horen, dus die eigenlijk niet in de natuur van Nederland horen, die verwijderen. Voor die bomen komt wel een nieuwe boom in de plek. Dat is altijd belangrijk. Jazeker. Ja. Klopt. Ik wil een paar vragen stellen. Wat zijn jouw hobby's? Mijn hobby's? Mijn hobby is karpervissen. Vanuit de boot. Vind ik het leukste. Verder heb ik nog een hobby motorbiken. Vind ik ook heel erg leuk. Wandelen. Met mijn vrouw. Lekker eten. Vind ik wel belangrijk. Spelletjes spelen vind ik wel heel erg leuk. Klaverjassen, maar dat is niet echt. Ja, dat is niet zo. Is dat een hobby? Nee, dat is niet echt een hobby. Maar sportvissen, kampervissen is mijn grootste hobby. Okay. Ja, en motorbiken.
Ik ben geweest van af uit te gaan. Kom erop. Ben je fan van de voetbalclubs? Ja. Ja, ik heb ook mijn favoriete voetbalclub. En dat wil ik wel even opklappen. Het is namelijk de beste club van Nederland. Ja, niet iedereen is het met mij eens, denk ik. Maar het is Ajax. Ajax. En FC Groningen. Oké. Ach, en Helders PC. Vroeger in Groningen, maar ook een clubje van de voetballers die leuk. Ja, het zijn wel meer clubs. Ajax is echt. Maar ik ben niet echt een voetbalfan hoor. Oké. Weet je. Dus, ik vind wielrennen leuk om naar te kijken. Nou, ik heb een bijdrage ook voor jou. Ja, 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 ja. Maar doe jij dan in privé? Ja. Maar doe jij allemaal in privé? Ja, ja. Nou, dat zal ik je vertellen. In privé heb ik twee kinderen. Okay. Een dochter die heet Robin. En een zoon die heet Boris. En die voed ik op. Die probeer ik tot goede mensen op te voeden. En volgens mij lukt het wel natuurlijk. Mijn zoon die doet de HAVO en mijn dochter die doet een HBO-opleiding in Groningen. En daarbij heeft ze ook nog een paard, want ze doet aan het springen. Ze is een springruitertje en ze wil graag door in de paardensport. Dus ik hoop mijn dochter ook nog heel veel wedstrijden brengen, naar trainingen brengen, dat soort dingetjes. Maar het is heel veel, het is een hobby dan. En ondertussen plaag ik mijn vrouw ook nog een paard. Eten kopen. En ook nog chillen thuis, gewoon met de muziek uit, met de muziek, een beetje televisie kijken. En wandelen, vind ik wel leuk. En tuinieren. En eigenlijk heb ik al die tijd tekort. En van tuinieren? Toch hoor. Om niet, alles te doen. Alles te doen. Ja, ja, ik soms denk van, nou, doe ik dat maar even niet, doe ik dat een andere keer. Ja. Ah, dat zijn zoveel leuke dingen. Ja. En ik hou heel erg van, ook van vakantie. Vakantie? Ja, ik ben ook gek op. Wat doe jij allemaal in vakantietijd? Nou, in de vakantie ga ik altijd vissen, wandelen, zwemmen, lekker eten, zonnebaden. Je mag ook heel veel uit. Wat wil je graag doen? Zwemmen en zonnen en luieren. En niks doen. Genieten van de omgeving. Ik hou altijd van vakanties dat ik bij een water sta, waar ook hele mooie natuur is en waar ik bergen op mij zie. Dat vind ik, omdat je dat hier niet hebt, vind ik dat op vakantie wel heel leuk. Ja. 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 Nou dat. Ik vind het heel leuk. Ja. Voor mijn interview. Dank je. Ik hoop. Ik vond het heel leuk om bij jou geïnterviewd te worden. Als je nog meer wil leren kennen, kun je altijd op YouTube. Ja. Als je iets zegt en iets in je reactie, kun je nog altijd. Dat mag, zeker. Daar sta ik voor open.